De verwachting was dat er veel faillissementen zouden vallen. Het tegendeel lijkt waar te zijn. Maar hoe komt dat? We gaan het vragen aan Michelle Marquinje van Okkers en Schopadvocaten. Michelle, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, hoe komt dat? Ja, nou ja, dat was inderdaad de verwachting. Uh, er werd al heel snel gesproken over, over heel veel onnodige coronaviesmenten. En nou, het Centraal Bureau van Statistiek die had dus uh, eigenlijk de cijfers op een rijtje gezet en die zag dat het wel meeviel. Um, en ja, de een zegt het is een beetje stilte voor de storm. De ander zegt: dat nou ja, al die maatregelen die zijn toch effectief, um, maar het is ook een beetje afwachten. Uh, is het op de lange termijn ook effectief? Dat of is dat vraag. inderdaad op de lange termijn effectief is, um, zeker ook omdat als je vergelijkt wat Nederland gedaan heeft aan maatregelen in verhouding met andere landen, dat dat nou ja redelijk. Um, uh, conservatief is. Meer... Okay. Uh, in andere landen hebben ze wel wat uh, rigoureuzere maatregelen genomen. Uh, maar desalniettemin. Qua deming. lockdown bedoel je? Ja, qua, qua lockdown, maar ook voor wat er dus uh, aan mogelijkheden was voor uh, ondernemingen. Veel landen hebben gezegd: Nou, als er nu door schuldeisers een faillissement aangevraagd wordt, dan behandelen die gewoon drie of zes maanden niet. Oh? Uh, dus dan hebben we eigenlijk die ondernemingen die. Tijd nog om, uh, om de boel op orde te krijgen. Um, veel landen hebben een soort van uh, moratorium, dus dat is een tijd een, een uitstel van betaling geven, gewoon een soort van algemene uitstel van betaling. Um, dat soort maatregelen zijn er genomen. En die maatregelen zijn er in Nederland eigenlijk niet. Er nee. is uh, dus niet gezegd: als er nu een faillissementsaanvraag gedaan wordt door een schuldeiser voor een onderneming, uh, dan, um, dan behandelen we die niet zes maanden niet. Wat we wel zien is dat de rechtbank er rekening mee houdt. Dus die neemt dat wel mee in de omstandigheden van het geval. Dus die kijkt van. Was die onderneming, hoe stond u er eigenlijk voor, voor dat de, de COVID-19-virus kwam en, de, en al die uh, lockdown-maatregelen? Ja. Uh, stond u er toen ook al financieel slecht voor? Of zijn het, is het echt uh, uh, aan te danken aan, uh, aan de coronamaatregelen eigenlijk? En dat nemen ze dan wel mee in de uh, beoordeling of het faillissement uitgesproken moet worden. Ja. Dus waarschijnlijk is dat ook een van de oorzaken dat dus, uh, er minder faillissementen uitgesproken worden. Ja, maar het, het is echt dalende. Ja. Je zou verwachten, nou, misschien een, een, een kleine dip dan of zo. En dan blijft het wel constant, omdat we in een soort van constante periode nu zitten. Mm -hmm. Maar gedurende deze periode loopt het terug. Dat vind ik ja. op zich onmerkelijk. En ja, er zijn natuurlijk wel weer heel wat financiële impulsen gegeven. En natuurlijk de loonsubsidie. Eerst was het de uh, Nouregeling 1. En nu is Nouregeling 2, kan je daar aanspraak op maken. Uh, je had natuurlijk wat een tegemoetkoming van die 4000 euro. Die, uh, waar uh, ondernemingen aanspraak op konden maken. En ja, dan zijn er nog mogelijkheden qua uh, financiering aantrekken. Uh, dat de overheid garant staat. Uh, je ziet dus nu dat er eigenlijk een tweede impulsschede is met die Nouregeling 2. Tegemoetkoming vaste lasten. Ja. Dus. Daardoor kunnen ondernemers geld, nog wel... geldt voor alle branches hetzelfde. Als je bijvoorbeeld die, die, die modewinkels ziet, hè? Miss Etam en Steps. De, nou goed, die willen dan wel weer doorstarten, maar mm -hmm. goed... Ik kan me voorstellen dat er bij, bij winkelbedrijven... dat daar uh, toch het faillis, aantal faillissementen weer wat hoger is... dan uh, de, ja. bijvoorbeeld in de financiële sector of iets dergelijks. Ja, dat is ook wel wat het Centraal Bureau van Statistiek heeft gezien. Dat is dat in de handel dus daar wat meer uh, faillissementen zijn. En natuurlijk ook uh, inderdaad in de monobranche heel lastig... want die lockdown ging in op het moment dat de, de nieuwe seizoenskleding ja. er lag. Dus eigenlijk dat hele seizoen, die, de hele voorraad... die kunnen ze waarschijnlijk uh, En het festivalseizoen begon ja. en juist de drukke Precies. tijd voor de horeca begon natuurlijk ja. en met terrassen tijd en dat soort dingen. Ja klopt, maar wat wat misschien ook een, een mogelijkheid is, maar het is een beetje koffiedik kijken dat ondernemingen die er nu al niet voor de corona ja. niet zo goed voor stonden, die dan opeens uh, toch wel uh, aanspraak konden maken op een heel aantal regelingen, waardoor die faillissementen eigenlijk nu uitblijven. Klinkt bijna als een soort van het kwam voor sommige bedrijven misschien wel goed uit die extra maatregelen vanwege corona. Ja ja. Dat is, een, dat is waarschijnlijk een, een mogelijkheid. Uh, ik, ik kan natuurlijk niet uh, helemaal. Uh, nee, dat varen. weet je niet. Dat nee. weet je niet. Uh, maar uh, ja, dat zijn wel de, de punten die aangedragen worden. Maar er wordt ook wel gezegd, ook in de juridische wereld, van ja, er moeten eigenlijk nog wel uh, andere mogelijkheden komen voor opnemen. Want als straks al die financieringsmogelijkheden ophouden want de overheid blijft natuurlijk niet uh, nee. <laughs> subsidies nee. verstrekken uh, dat er dan, dan wel. Uh, de mogelijkheden zijn voor ondernemingen om dus nog wel op adem te komen. Want het verstrekken van geld enkel en alleen is niet voldoende. Nee, dan zou het gewoon een soort uitstel van executie zijn als het Ja, dus er zou eigenlijk nog wel dus iets moeten komen als inderdaad zo'n uitstel door of wel een visementverzoek niet te behandelen. De eerste drie maanden. Of dus een uitstel van betaling te verlenen. Hmm. Die heb je natuurlijk wel voor je belastingen, die kan je aanvragen. En banken zijn wat soepeler wat betreft kredieten en leningen. En daarvoor uitstel verlenen van betaling, maar voor de rest geldt er geen algemeen uitstel of iets dergelijks wat in andere landen wel uh, uh, ja. als maatregel genomen is. Ja, jij bent daar eigenlijk altijd mee bezig ook. Zie je bepaalde tendensen in die cijfers dan ook uh, uh, terug van bedrijven die dus wel een visement aanvragen, dat ze de, de, de maatregelen wel hebben genomen, maar het dus daardoor niet, niet, niet lukt ook eigenlijk. Ja, het is natuurlijk nu ook zomervakantie. Dus je ziet sowieso dat het nu wat rustiger is, uh, omdat uh, rechters zijn op vakantie en ja. uh, schuldeisers zijn ook op vakantie. Is ook dus een dus soort van uitstel. Dus dus dat is dat natuurlijk ook uit. een uitstel. Um, we, hebben, we, we vragen het wel nu natuurlijk: van, nou, heb je aangebracht. Uh, Gebruik gemaakt van die mogelijkheden. Ja. Um, maar bijvoorbeeld die aanvraag van die nauwrecht... Er was natuurlijk wel een vereiste dat er sprake was van omzetverlies. En best wel fors ook door de coronacrisis. En kijk, als jij al weinig omzet had voor de crisis. Uh, dan kan je niet zeggen dat je dus. Uh, door de crisis of uh, ja. omzetverlies geleden hebt. Dus dan kan je, je kan ook niet altijd zomaar aanspraak maken op die regelingen. We blijven in Flevoland. We gaan naar Almere ja. Haven. Daar zit we al een beetje heel de week. Uh, ja, de discussie over die gevaarlijke drempels daar naar haven kom. Wie is daar nou juridisch verantwoordelijk van? Want iedereen mengt zich zo'n beetje in de discussie: bewoners, slachtoffers, de gemeente zelf, de fietsersbond, Michelle Makinje. Ja. Wie is daarna verantwoordelijk juridisch gezien? Is dat toch gewoon de gemeente, lijkt mij? Hè? Ja. Voor ja. de weg, hè? Ja, de, voor inderdaad uh, op grond van uh, artikel 174 van boek 6. Waar ik al zeg. Je. In lid 6. <lacht> ja, <lacht> ja, ja staat, die ken ik nog wel, ja. Daarin ben je dat artikel bepaalt dat je aansprakelijk bent voor opstallen. Uh, dus jullie zijn aansprakelijk voor je, de opstallen, dat is je huis. Ja. Uh, en de gemeente geldt dat ook de, de weguitrusting. Dus dat is onder andere, dus de drempel. Ja. Uh, en dus daar ben je aansprakelijk voor, die moet deugdelijk zijn. Mm. Uh, en die moet je dus ook onderhouden. Uh, dus op grond van dat artikel uh, zou de gemeente aansprakelijk gesteld kunnen worden. Want de vraag is: is die deugdelijk? Omdat uh, nou, je ziet ook uh, dat uh, de drempel loopt niet doorloopt. Nee. Uh, niet van, uh, van kant naar kant. Uh, dus dat, daar, nou ja, daar kan over dan uh, de vraag gesteld worden of dat deugdelijk is. Ik denk wel natuurlijk dat er is een straat te maken bij geweest hè? Je ziet dit soort drempeltjes, zie je wel meer in Nederland liggen. Dus. Aan zich denk ik dat de drempel op zich wel deugdelijk is. Ja, maar de een maar... gemeente heeft natuurlijk wel meerdere mogelijkheden wat betreft drempels. Uh, je, je, je kent verschillende drempels die, die soort van kussens die in het midden zijn, die zijn echt, echt heel vervelend. Ja. En dan heb je gewoon ja. de ouderwetse drempel die je ziet uh, in, in woonwijken met, uh, met het, het hellend vlak en dan wat langer ja. stuk en dan weer een. Die een... zijn soms ook nog wel eens heel erg vervelend. Ja, 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 ja. je hebt ze ook die in het midden liggen, weet je? die ovaalvormige. Daar kun je dan als je goed mikt, kun je erop ja. rijden. Ja, precies. Nee, dus dan is een gemeente hoort ook een afweging te maken dat uh, of welke er dan moet komen. Nou ja, gezien het aantal ongelukken, kan je dus de vraag stellen of hebben ze de goede keuze? gemaakt? De goede keuze was mm -hmm. voor hier. Ja. En ja, dan kan je dus uh, de vraag stellen. Nou ja, misschien de gemeente aansprakelijk stellen voor onrechtmatige overdraaiing. Maar nou is die man uh, die we nu zien, die is zondag gevallen. Uh, die moest naar de tandarts, zijn fiets was kapot, kleding gescheurd, nou, et cetera, et cetera. Die heeft dus uh, gezegd van, nou goed, ik ga uh, de gemeente aansprakelijk stellen... en ik ga uh, de, de rekeningen doorsturen. Ik wil een schadevergoeding. Ja. Uh, maak je kans. Die kans. Nou ja, dat, hij uh, kan dat uh, zeker uh, op grond dus van wat ik zei, 174, aansprakelijkheid voor die, uh, voor die weguitrusting. Hij mag je al bellen? Ja, of ja. ja, op, op grond van uh, onrechtmatige overheidsdaten. De overheid heeft een, een, een zorgplicht uh, dat het dus uh, nou ja, ook die, die weguitrusting deugdelijk is. Uh, dan kan er nog de vraag gesteld worden. Was er voldoende gewaarschuwd voor die drempel? Ja, ik wou dat zeggen. En dan ga ik als advocaat tegenover jou staan. Dan zeg ik van uh, ja, uh, de, 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 de drempel mag misschien wel deugdelijk zijn. Maar de gehele situatie daaromheen heeft de gemeente gewoon niet goed in acht genomen. Want ze weten dat dat een soort van uh, route is. Hè? Het is het rondje Gooi, Gooi, meer, Gooi ja. meer. Heel populair. Daar hadden ze rekening mee moeten houden. Men weet dat. Dat zou je kunnen aanvoeren, inderdaad. En... Is er voldoende op gewezen dat dus die drempel eraan komt uh, door borden? Ik zag dat er nu ook stroken aangelegd worden, waren ja. en grote woorden, let op. Ja. Um, maar daarvan zijn de bewoners al, nou, dat is niet, niet afdoende. Het ziet er ook niet zo mooi uit? Hoor. Ja, ja, het ziet er niet zo mooi uit. Maar goed, <laughs> dat, even dat, te is, zijn. dat is even te zijn, inderdaad. Ja. Um, maar die, waren er niet, die lagen er nog niet toen die meneer uh, gevallen is. Klopt. Dus, uh, hij nou, heeft zeker een kans. Ik kan niet zeggen dat het een uh, 100% kaats, uh, slagingskans is, maar, uh, ik... Nee. Dus er we zijn wel wat redenen aan te voeren om, om toch uh, naar de rechter te stappen en te vragen... Van, joh, ja, is dit eigenlijk allemaal wel, uh, wel in de haak dan ook? Of de gemeente kiest zelf wel eigen voor zijn geld en haalt die drempel er van de week al gelijk uit. Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Ja, dat zag ik wel. Dat de gemeente tot 2500 inderdaad zijn eigen zaakjes regelt. En als het er boven komt, dan, uh, ja. dan zal de verzekeraar inschakelen. En dan zal de verzekeraar misschien wel uh, zeggen van nou uh, I will see you in court. Ja. Um, maar je moet ook, uh, wat ik ook wil zeggen, als, als, als wielrenners weet je ook dat je met 40 ergens aankomt. En, en, en dat de, de openbare weg niet is ingericht als, als wielrencircuit. Nee, dat ook. Er ligt ook een zeker een, een, een eigen aanspraak, een, Ja, zorgplicht. Um, maar goed, dan blijft het nog altijd, omdat het natuurlijk niet één wielrenner is die gevallen is, maar er vallen ja. er meerdere, ja. um, kan er gesteld worden dat de drempel misschien niet helemaal deugdelijk is. Oké, okay, goed. Maar in ieder geval, uh, de gemeente is verantwoordelijk voor, voor de weg. Yes. En uh, de meneer die zijn kosten wil verhalen, well, die maakt wel goede kans dus. Ja, blijkbaar. Okay. Michelle McKinney van Ockers en Schopadvocaten, dankjewel.